Mijn naam is Maaike Rispens. Ik ben zadelpasser van beroep in mijn eigen bedrijf Zadelmakerij Rispens. Ik vind het goed dat er steeds meer wetenschap bij de paardeneigenaar komt op het gebied van paardenwelzijn. In mijn beroep speelt paardenwelzijn een belangrijke rol. Misschien wel de belangrijkste rol. Doordat steeds meer mensen zich bezig gaan houden met paardenwelzijn, en dan niet alleen op het gebied van passend tuig, maar ook op het gebied van huisvesting en correct trainen van paarden, gaan steeds meer paardeneigenaren zien hoe het hoort. Het samenwerken met andere professionals in de paardensport. Dierenartsen, therapeuten, hoefsmeden, dat is wat ik mooi vind. Deel uitmaken van het team wat de paardeneigenaar om zich heen creëert. Een team waar de combinatie mee kan groeien. Ontwikkelen. Ik vind het belangrijk om met de klant te kunnen sparren en altijd werken aan net dat beetje beter. Het luisteren naar het paard en kijken waar het beter kan in het management van het paard. Of het nu recreatief, lange afstanden, dressuur of springen is, een geschikt zadel vinden en vanuit daar verder werken. Of het nou om een jong paard of een ouder paard gaat. Ieder paard en iedere ruiter is uniek. En dat is heel uitdagend, maar ook wel eens lastig. Wat voor het ene paard of ruiter werkt, hoeft voor een andere combinatie niet meteen te werken. Het is altijd zoeken naar het juiste puntje op de i. Maar je wilt iedere combinatie helpen om tot het beste resultaat te komen. Met als doel natuurlijk een blij klant en een tevreden paard. Ik voel me na een werkdag voldaan als ik klant heb kunnen helpen. Als de klant tevreden is, als ik zie dat ik mijn steentje heb bijgedragen. Ik kan niet omschrijven wat het met me doet als ik een appje of een belletje van een klant krijg. Dat ze vertellen hoe goed het gaat en hoe blij ze zijn. Dat is waar het voor mij om gaat. En als ik mijn klanten zie rijden, denk ik, zo zou ik ieder paard willen zien. Dit is mijn passie en dit is waar ik elke dag voor opsta.